Een accountmanager heeft enkele tot meerdere waar hij verantwoordelijk voor is. Van die klanten maak je een analyse van de waarde en de potentie. Op deze analyse baseer je vervolgens jouw accountplan. Hierin zet je de plannen die je zult ondernemen om de omzet bij jouw klant te vergroten. Je doet een voorstel waarvan je hoopt dat het doorslaggevend is voor de klant om met jouw bedrijf in zee te gaan. Ook staat in het accountplan hoe de communicatie verloopt, wat de kosten zijn en hoe groot de verwachte omzet is die deze account zal binnenbrengen.